Op donderdagavond 28 mei trainde Runners Club Lieshout RCL voor de eerste keer na het uitbreken van de coronacrisis. De club hanteert een protocol verantwoord sporten RCL. Op grond daarvan zijn de hardlopers bijvoorbeeld verdeeld in twee groepen en trainen ze op twee verschillende avonden. Op woensdag 3 juni begint ook de wandelgroep weer met de training. Normaal gaat het lopersteam, een gedeelte van RCL, gaat zijn eigen voorbereiden op de Europa Run, want dan ben je al volop in training. Ja, dan zijn we eigenlijk volop bezig. En we hebben zelfs nog één training afgewerkt. Met de Laarbeekroute hebben we gelopen als training nog voor de Europa Run. En toen kwam dus het bericht dat de Europa Run helaas niet doorging. En dan is alles weg. Dat betekent ook geen bevrijdingsvuur halen. En volgende weekend, met Pinksterweekend, zou dus die Europa Run zijn, valt ook helemaal weg. En dan heb je ook geen doel om naartoe te werken. Want voor een loper is het heel belangrijk, als je aan het trainen bent, dat je ook een doel hebt waar je naartoe werkt. Dus in dit geval dus Europa Run. Maar het kan ook een ander doel zijn, bijvoorbeeld een marathon of zo. En dat is wel heel belangrijk, dat je ergens naartoe kunt trainen. Hoe is het gesteld? Jullie hebben een groep wandelaars. Hoe hebben jullie de leden kunnen bereiken in deze moeilijke tijden? Ja, dat gaat via de app. Hè. Je hebt een wandel-app, je hebt een hardloop-app, een RCL-app. Maar ook de verschillende groepen hebben nog een aparte app. Dus zo word je bereikt. En ook via de mail gaat dat natuurlijk. En ook via de mail is het aan alle leden bekendgemaakt dat er vandaag weer gestart zou worden. En volgende week traint dus groep 2. Dat wordt dus een beetje opgesplitst. En de woensdag beginnen ook de wandelaars weer. Je mag met een beperkt aantal mensen, dus het is opgesplitst in groepen. Ja, dan moet je ook een keuze maken. Hè? Wie is groep 1, wie is groep 2? Ja, die groepen zijn wel bekend. Hè? Want ik heb ook altijd in groep 1 gelopen. Maar ja, ik heb nu in januari eigenlijk de switch gemaakt om toch een tandje terug te doen in groep 2. Want van 1988 zit ik al in die groep. Van 1988 af is geen loper meer over van die groep van 1988. Dus ik mag me gelukkig prijzen dat ik dat nog steeds kan. Alhoewel ik nou wel naar groep 2 ga. Dus, maar zeg ik nogmaals, ik prijs me gelukkig dat ik dat nog steeds kan.